Bij deze oefening vangen de spelers de bal op in splitpositie, het liefst met de handen ter hoogte van de knieën. Ze gaan in één beweging de bal opvangen en opgooien over het toversnoer. Ze lopen onder het toversnoer door en vangen aan het net hun eigen bal op. Op die manier leren de spelers om hoge balbanen te creëren. In eerste instantie voor zichzelf, later voor de spelverdeler.